De eerste bal van Nederland-Duitsland wordt gegooid door Jeroen Hetsberger, de hockeyer. Daarna is het de beurt aan Sharon Martis. Prof in de Verenigde Staten, speciaal voor dit Europees kampioenschap overgekomen. Hij begint goed aan de wedstrijd. Net als het hele Nederlandse team. Nick Urbanus, goede aangooi op Kurt Smith. En na twee volledige innings de tussenstand 0-0. Dan de derde inning, Wesley Conner op 3. Namens Oranje Michael Duursma op 2. En aan slag Heen Listacia. Die raakt de bal lekker. Twee man komen over de thuisplaat. Stacia zelf door naar het derde honk. Een triple en een 2-0 voorsprong voor Oranje. Kalian Sams dan. Ook hij de bal ver het buitenveld in. Een tweehonkslag. En Stacia maakt het derde punt voor het Nederlands team. In de vierde slagbeurt. Quinten de Kuba op 3. Wesley Conner op 2. Danny Romley op het eerste honk. En aan slag Nick Urbanus. En de Oranje slagploeg goed op dreef. In tegenstelling tot gisteren tegen Tsjechië. 3 punten erbij. Op de tweehonkslag van Nick Urbanus. Michael Duursma dan. Ook een honkslag voor hem. Urbanus komt binnen. Oranje leidt dan met 7-0. Nog altijd in de vierde inning. Duursma op 3, Stacia op 2. En dit is een heerlijke klap van Kalian Sams. Zijn tweede homerun van dit Europees kampioenschap. En Nederland loopt uit naar 10-0. En dat mag best even gevierd worden. Dan de vijfde slagbeurt. Sharon Martis nog altijd namens Oranje op de heuvel. En dit is een prima dubbelspel. Urbanus, Stacia en Smith. 2-0 in 1. De zevende slagbeurt. Chris Howard namens Duitsland aan slag. Aswin Asjes is inmiddels de werper voor Nederland. Er zijn twee man uit. Duursma. En dat is het einde van de wedstrijd. Nederland wint met 10 punten verschil van Duitsland. De verrassende nederlaag tegen Tsjechië wordt enigszins weggepoetst. En bondscoach Brian Farley kan zich weer scheren. Ja, klopt. Ja, ik heb een soort bijgeloof. En als ik verlies, dan scheer ik niet tot de volgende overwinning. Dus gelukkig met deze team hoef ik niet lang te wachten. Heb je er vannacht wakker van gelegen? Nee, wakker niet. Want ja, het toernooi gaat verder. En het was niet het einde van de wereld. Dus we gotta move on. Dus vandaag was een belangrijke wedstrijd tegen Duitsland. Hebben we gewonnen. Dus een hele belangrijke win was dit. Toen Stacia die dubbel sloeg met die twee punten. En daarna Kalian met de honkslag. Dan voelde je wel in de dugout en lift van oké, now we're going again.